Goeiedag, ben jij ook zo klaar voor de meizomer? Ik wel, er komt een mooie periode aan met zonneschijn en warmte. Voor het zover is het nog fris, maar met weinig regen. Vannacht eventjes wat regen, maar morgen overdag is het alweer droog met veel ruimte voor de zon. Dan kunnen we weer dit soort foto's maken. En ook de komende dagen prachtig weer en uiteindelijk wordt het steeds warmer. Ja, met zonnig weer laten ook de vlinders zich goed zien, zoals dit bonte zandoogje. Mooie foto. En afgelopen nacht was het koud. Op sommige plaatsen vorst aan de grond, vorst op de autoruiten en ook op platte daken, zoals hier in Putten. En op sommige waarnemingsstations kwam het inderdaad tot vorst aan de grond. De beeld was het koudst met min 1 op 10 centimeter. En er komt nog een koude nacht aan, de nacht naar vrijdag. Dit is de weerkaart gelden voor morgen. We zitten in een uitloper van het Azoren hoge drukgebied. Brede opklaringen, ja, veel zon. Tijdelijk een frisse noordwestelijke tot noordelijke aanvoer. Maar de dagen daarna wordt het geleidelijk warmer. Maar in de nacht naar vrijdag ligt het hoge drukgebied boven Nederland. Betekent weinig stroming, weinig wind. De isobaren staan uit elkaar. En dan kan het flink afkoelen. Voorlopig voor de laatste keer. De weerkaart voor vrijdag 4 mei laat het hoge drukgebied zien met het zwaartepunt boven Denemarken in de middag. Wij zitten er nog middenin. Betekent opnieuw veel zon, droog weer. Dus ook dodenherdenking verloopt droog. En het begint al op te warmen, maar de warmste lucht moet nog komen vanuit het oosten met een oostenwind vanaf zaterdag bevrijdingsdag. Het hoge drukgebied schuift met het zwaartepunt naar Polen, maar een ferme uitloper tot over onze omgeving zoekt verbinding met het Azoren hoge drukgebied. En zondag en ook maandag ligt er dan hoge druk ten noorden van ons. Storingen op afstand, oostelijke tot noordoostelijke winden, aanvoer van warme en droge lucht. De meizomer komt eraan. En vanaf het weekend wordt het ook op de stranden aan de west- en zuidwestkust tenminste 20 graden. Met veel ruimte voor de zon. Maandag 7 mei ook een prachtige weerkaart voor lente/zomerliefhebbers. Hoge druk boven Noorwegen. Storingen op afstand, bijvoorbeeld boven Spanje. En bij ons een doorstaande warme oostelijke stroming. Nou, de koudste nacht is de nacht naar vrijdag. Dan kan het ook in de beeld 2 graden worden. Met aan de grond op vrij veel plaatsen toch wel weer vorst aan de grond. Maar de voorlopig laatste nacht met lage minimumtemperaturen. Want we zien in de minimumtemperatuurpluim dat het de nachten daarop steeds warmer gaat worden. En ook de maximumtemperaturen gaan omhoog. Morgen het dipje. De dagen daarna wordt het snel warmer. En vanaf het weekend tenminste 20 graden. Dit is dan de pluim voor de beeld. Er zijn ook opties voor waarde zo rond 5, 26 graden. Uiteindelijk, kijken rondom maandag en de dinsdag. En pas later volgende week mogelijk weer koeler. Maar dat zien we dan wel weer. En tegen die tijd kan het ook gaan regenen. Woensdagavond misschien al een buitje. En de dagen daarna lijkt de regenkans wat hoger te worden. Maar dat zien we dan wel weer. Eerst maar genieten van die reeks mooie lente/meizomerdagen.